Beroofd worden op straat. Het is een nachtmerrie waarvan je hoopt dat die nooit realiteit wordt. Bij de politie Oost-Nederland heeft het oplossen van dit soort misdrijven de hoogste prioriteit. Voor 2016 blijft wat wij dan high impact crime noemen. En dat is woninginbraken, overvallen en straatroof blijven vooraan en bovenaan op de prioriteitenlijst staan. Dus wij proberen om het niveau voor 2016 vast te houden wat we ook in 2015 hebben gehaald. En daar hebben we onze handen echt meer dan vol aan. Over het geheel genomen is Oost-Nederland veiliger geworden. Het aantal misdrijven loopt terug. We zijn niet alleen veiliger in Oost-Nederland, we voelen ons ook veiliger. Maar terwijl het aantal woninginbraken en overvallen daalt, neemt het aantal straatroven, met name in Twente, toe. Aan dat gevoel van veiligheid kun je zelf veel doen. Bijvoorbeeld door een cursus zelfverdediging of weerbaarheid te volgen. En dat doen steeds meer mensen. We merken de laatste tijd inderdaad dat in de dingen die er in de maatschappij gebeuren, dat het ook een weerslag heeft op wat er inderdaad wat wij voor aanmeldingen krijgen. Helaas is het nodig dat er zulke soort dingen gebeuren voordat mensen zich beseffen dat ze inderdaad het goed is om jezelf beter van tevoren kunt wapenen tegen zulke soort situaties en achteraf erachter te komen dat het te laat is. Wat voor mensen volgen zo'n training? In principe iedereen die zichzelf weerbaarder wil maken. Dat kan zijn vanuit beroepshalve dat ze zeggen van goh, ik wil graag weten hoe ik me tijdens mijn werk veiliger kan handelen. Het zijn mensen die gewoon zichzelf persoonlijk weerbaarder willen maken. Mensen waar dingen mee gebeurd zijn, waardoor ze, of ervaringen uit het verleden, waardoor ze dus zeggen van dat gebeurt mij niet meer. Dat was toen een keer, toen was ik aan het stappen. En toen wou ik vervolgens weggaan om naar de taxi toe te gaan. En toen kwam er een hele groep van jongens die kwam eraan lopen. En waardoor ik dus op een gegeven moment niet meer wist waar ik heen moest en wat ik moest doen. Nou, en daar hoop ik nu wel wat voor wat tegen te kunnen doen, dat ik dan niet weer de drukte in hoef, maar dat ik nou gewoon ook eens een keer door kan lopen en ja, mocht er wat gebeuren, dat ik mezelf kan beschermen. Als je je in zo'n bedreigende situatie bevindt, kun je dan niet veel beter weglopen? Het allereerste wat ze leren is ook inderdaad situaties te herkennen en ze dan uit de weg te gaan. Op het moment dat je dus inderdaad een stuk alerter wordt, daar proberen we de mensen ook op te trainen, dan heb je dus de minder kans dat je überhaupt al in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Dat heb je niet altijd voor het uitkiezen. Soms kom je erin terecht, ondanks dat je heel goed opgelet hebt of dat je zelf afgeleid bent. Maar dan proberen we dan ook in die situaties je tools te geven om veilig weer thuis te komen. En hoe staat de politie tegenover zelfverdediging bij straatroof? Nou, wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat de vraagstukken van criminaliteit niet alleen maar bij de politie worden neergelegd, maar dat we proberen daarin zoveel mogelijk samen te werken. En daar spelen de inwoners en de burgers in Oost-Nederland natuurlijk een hele belangrijke rol in. Kun je alles aan als je deze training hebt gevolgd? Nee, je moet nooit de illusie hebben dat je echt alles aan kunt. Je hebt wel in ieder geval tools om je te kunnen verdedigen en te redden op het moment dat er wat gebeurt. Het is nooit een 100% garantie dat op het moment dat je een zelfverdedigingscursus gaat doen of een zelfverdedigingssysteem gaat volgen, dat je dan altijd ongeschonden thuis komt. Op het moment dat er geweld komt kijken, je wordt geslagen. Het kan zijn dat je gestoken wordt. Alleen de vraag is hoe vaak, hoe hard en hoe diep. Deze cursisten konden principes die ze leerden op de training bij een vervelende gebeurtenis gelijk in praktijk brengen. Ik heb mezelf verdedigd zoals ik hier geleerd heb. Heeft het je zekerder gemaakt? Ja, zeker. Ik was eerst heel onzeker, maar het heeft me zeker een stuk zekerder gemaakt. Wat heb je nu echt geleerd? Zelfvertrouwen, me leren te uiten, maar ook daadwerkelijk te verdedigen in bepaalde situaties. Zelfredzaamheid en weerbaarheid is natuurlijk best wel belangrijk, maar ik roep de mensen niet op om nu een zelfverdedigingscursus te gaan volgen en daarmee de straatrovers in de kippennek te grijpen. Ze zijn gewaarschuwd.